komt u binnen. Het is vandaag gratis en voor niks. Dus zorg dat u erbij bent. Alsjeblieft. Ja, boven ook. Ja, komt u maar. Kom maar halen, kom maar. Samen op. Kom maar. Blijf zitten. Kom maar. Nou, nee, die mevrouw daar. Kom maar. Ja, gaat u maar staan. Blijf hier niet zitten, hè. Kom maar. Nog meer? Hier. Alsjeblieft. Jij ook? U ook? Ja. Nog meer, liefhebbers? Komt u maar. Ja. Nog meer? Ja. U hoeft niet te blijven zitten, dames en heren. Het is een staaffeestje vandaag. Dus mocht u iets willen halen bij de bar, daar zijn nog liefhebbers. Oké, dan. We gaan beginnen. Dames en heren, dit apparaatje gaat uw leven veranderen. Dit is de kleinste DNA-sequencer ter wereld. Hij kan zo in elke willekeurige computer eventjes wachten en uw DNA-code rolt over het scherm. Het is echt waar. Het enige wat we nodig hebben, uiteraard, een beetje DNA. Meneer, heeft u toevallig uw DNA bij? Dat komt goed uit. Dan gaan we beginnen met de voorbereidingen. Wij doen het samen, maar alle mensen die mee willen doen, doe gerust nu al mee. Dan bent u voorbereid. Ik kom zo meteen bij u. Maar u bent nu de uitverkorene om even met mij uw DNA te verzamelen. Het is heel simpel. Een beetje wangslijm is genoeg. U opent uw mond. Ja. Even schrapen aan de binnenkant van uw wang. Doet u maar mee, er zijn heel veel buisjes uitgedeeld. Ik zie niemand iets doen behalve deze meneer hiervoor. Ik nodig u uit de uitdaging aan te gaan. Want, meneer, ik ga u heel gelukkig maken. U krijgt van mij, en iedereen die dat wil ook, een DNA-gezondheidstest. Ik test uw DNA en u krijgt van mij een dieet speciaal op uw DNA afgestemd. En dat niet alleen, u krijgt daarbij voedingssupplementen. Voor elke dag een setje pillen die precies uw lichaam zo aansturen, zodat u lang en gelukkig en vooral gezond oud gaat worden. En als u vandaag uw abonnement afsluit, dan krijgt u voor de eerste 3 maanden uw setje pillen gratis. Eens kijken wat we nog meer hier hebben, want we hebben natuurlijk nog veel meer DNA-testen in de aanbieding. Is er misschien iemand in de zaal met zijn of haar partner? U bent een stelletje. Mevrouw, als u niet alleen uw eigen DNA inlevert, maar ook het DNA van uw partner, dan kijk ik voor u met dit apparaat of uw DNA goed bij elkaar matcht. En aangezien we hier toch met heel veel zijn, is het misschien ook wel leuk als ik kijk of uw DNA misschien nog wel beter matcht met een van de andere mannen die hier aanwezig zijn. Kijk, dit is natuurlijk een toevalstreffer. Ik denk dan, waarom pakken we het niet wat systematischer aan? We kunnen het geluk natuurlijk een handje helpen door dit soort testen in te voeren. Over optimaliseren gesproken, is er misschien iemand in de zaal die het DNA van zijn kind bij zich heeft? Het makkelijkste is als het kind ook daadwerkelijk aanwezig is, maar mocht u toevallig een setje haren van uw kind bij zich dragen, bijvoorbeeld omdat u de kinderborstel nog in uw tas heeft zitten, een beetje DNA is genoeg. Wat wij dan kunnen aanbieden is de DNA-talenttest.
De DNA-talenttest is een test die kijkt naar de capaciteiten van uw kind. En we willen natuurlijk allemaal het beste voor ons kind. Dus wij proberen u een hint te geven hoe u uw kind zich het beste kunt laten ontplooien. We kijken welke sport eventueel tot een echte winnaar zou kunnen, uw kind tot een echte winnaar zou kunnen maken. Wij kijken uiteraard welk type school het beste zou zijn, waar uw kind echt kan excelleren. We kijken naar IQ, we kijken naar EQ en alles bij elkaar geeft u dat toch een beetje het idee dat u nog een klein zetje in de juiste richting kunt gaan geven. Allemaal dankzij de nieuwste DNA-technologieën. We zijn er natuurlijk nog niet. Ik grabbel eventjes nog in mijn DNA-testendoos. En misschien, heel misschien, hebben wij wel zwangere dames in de zaal. Indien dit het geval is, u hoeft zich nu niet te melden, maar u kunt dat later in de coulissen doen als u toch nog interesse heeft. Ik weet niet of u het zich realiseert, maar als zwangere vrouw draagt u het DNA van uw kind bij zich in uw bloed. Het enige dat ik nodig heb is een druppeltje bloed van u om het DNA van uw kind te bekijken. Dat biedt natuurlijk mogelijkheden. Want je maakt je toch een beetje zorgen of zo'n kind wel gezond is. En ja, ik kan me voorstellen dat je een beetje twijfelt of dat eigenlijk wel het kind gaat worden wat je zou willen hebben. Nou, ik doe de DNA-test. En dan heeft u in ieder geval een keuze, hè? En tot slot, maar dit is echt in een heel prik stadium, daar zijn we nog testen mee aan het doen. Ik weet nog niet zeker of dat eigenlijk wel echt mag, maar ik kan het toch wel alvast verklappen. Mocht er iemand mee willen doen met de test, kunt zich bij mij melden. Ik heb 2 mensen nodig met een kinderwens. Wilt u een kind? Dan is het heel simpel. Beide ouders leveren hun DNA in en we kijken wat er in dat DNA te vinden is. Misschien voorspelt dat niet veel goeds, misschien voorspelt het heel veel goeds. Maar als u uw DNA heeft ingeleverd, dan moet er vervolgens natuurlijk een bevruchting plaatsvinden. Een eitje en een beetje zaadcellen. U levert het in bij mij, dat is iets minder spannend dan het normaal gesproken zou gaan. Maar goed, alles voor de wetenschap. Levert u mij uw zaad en uw DNA en uw eicellen in en ik zorg dat er een wolk van een baby geboren wordt. Een kindje met gegarandeerd geen ziektes. En als u voor het pluspakket kiest, dan mag u ook nog een paar extra wensen influisteren. En dan creëer ik voor u het babytje precies zoals u het zou willen. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt er met u? Wil je dat nou wel, zo'n test of niet? Kijk, bij mij roept het natuurlijk een beetje rare smaak in de mond op. Ik denk bij meer mensen hier. Toch begin ik dit verhaal niet voor niks met dit apparaat. Er is echt een revolutie gaande, omdat we het DNA zo eenvoudig kunnen lezen dat het niet meer de techniek is, maar de vraag wat we ermee willen doen. Ik denk dat het goed is om u te vertellen dat de meeste DNA-testen gedaan worden om een medische vraag op te lossen. Een medische vraag, bijvoorbeeld, is er een erfelijke ziekte in de familie en draag ik die erfelijke ziekte ook bij me of kan ik hem doorgeven aan mijn kinderen? De vraag bijvoorbeeld, een kindje dat geboren wordt met een onbekende aangeboren afwijking, kunnen we dat begrijpen door in het DNA van dat kindje te kijken wat er mis is gegaan? En kunnen we daar ook misschien van leren hoe dat kind het beste behandeld of verzorgd kan worden. En ook een belangrijke, kanker. Bij kanker kunnen we tegenwoordig in het DNA van de tumor kijken om te bepalen wat de beste behandeling zou moeten zijn. Maar als je in het DNA van de tumor kijkt, kijk je ook in het DNA van je gezonde cellen. Dat betekent dat heel veel van jullie voor de keuze komen te staan, ooit. Wil je in je DNA laten kijken of niet? Ik hoop dat het niet hoeft, dat er geen aanleiding voor is, maar die aanleiding zou er kunnen zijn. En dan is de vraag, hoe regelen we dat nou, dat iedereen kan beslissen op zijn manier, met zijn achtergrond, met zijn wensen, of je dat wel of niet wil. En wat ik voor me zie, is eigenlijk iets dat ik hier in mijn binnenzak heb gestopt.
En dat is een chipkaart. Een DNA-chipkaart. Iedereen die dat wil, die krijgt zijn DNA op een chip. En bij de dokter of bij het ziekenhuis, daar staat een scanner. En als jij dat wil, als de vraag komt, zullen we in uw DNA kijken? Dan hou je die chip voor de laser en dan zeg je, dat vind ik een goed plan. Maar voordat je dat doet, moet je vragen. Vragen stellen over, waar gaat u precies naar kijken? Mijn hele DNA of alleen maar een klein stukje? Vragen over, wat kan ik verwachten? Gaat het over kansen of weet ik zeker dat ik ziek word of niet? Wat is er precies aan de hand? Wat wil u zo graag weten? En leg mij uit hoe dat zit. En dan komen we denk ik op het cruciale punt van dit apparaat. Want dit is eigenlijk het type vraag dat dit apparaatje ons opdringt. We zullen moeten gaan besluiten wat je wel en niet wil weten. En naar mijn mening moet je dat soort gesprekken voeren met een professional. Met een arts, met iemand die daarvoor gestudeerd heeft. En in ieder geval niet met een DNA-marskramer die met gladde praatjes DNA-luchtkastelen voor je bouwt. Ik dank u.